13 over 6. Ik zou graag fijn weekend zeggen, maar dat is morgen pas, hè? Maar ik heb wel een beetje zo'n weekendgevoel, zo'n lekker gevoel, alsof er een heleboel gaat gebeuren. Radio JND, donderdag 29 november 2018. You're the close to me. En ik leg je zo meteen uit wie er in mijn buurt zit. Ja, hier bij Radio JND. Live vanuit het JND Pakjeshuis. Marcel Aarts. Ah, dat is niet helemaal waar, dat is niet helemaal eerlijk. Ik moet de buit wel eerlijk verdelen, om het zo maar te zeggen. Want, ik zei het al, er zit iemand in mijn nabijheid. En niet zomaar iemand, nee. Eigenlijk zit naast mij mijn eigen DNA. Ik zeg, hallo. Hallo. Wie ben jij? Benny. Oh ja, dat moet ik weten. De bedenker van deze leuke actie. Oké, jij bent dus de bedenker van deze leuke actie. Ja. Hé, maar Benny, waar ken ik jou eigenlijk van? Van jezelf. Hoezo dan? Ik ben door jou geboren. Oh ja, jij bent mijn zoontje. Hé, Benny, wat vind je ervan van het pakjeshuis tot nu toe? Nou, mooi en leuk. Ja, en wat zou je willen vragen aan alle mensen op de radio? Wat zouden de mensen moeten komen doen bij het pakjeshuis? Willen jullie allemaal zoveel mogelijk speelgoed inzamelen voor arme kindjes? Vind je het ook niet zielig dat arme kindjes niet zoveel speelgoed hebben? Nee, want dat is eigenlijk een beetje hoe het idee 3 jaar geleden geboren is, hè Benny? Weet je dat nog? We hadden een beetje een, niet echt ruzie, maar we hadden een discussie over of jij een hele grote Lego-doos mocht kopen. Hè? Toen zei papa eerst van, we wachten eerst eens even wat Sinterklaas gaat doen. Maar jij kon eigenlijk niet wachten. En wat had je toen bedacht? Als ik nou wat speelgoed weggeef, dan kan ik nog wat speelgoed erbij. Ja, jij dacht, het is eerlijk misschien als ik het speelgoed wat ik niet meer gebruik geef aan de kindjes die niet zoveel hebben, en dan mag ik misschien toch nog die grote Lego-doos, toch? Ja. Dat was het een beetje, hè? Ja. En toen in één keer was er een pakjeshuis deel 1. Het jaar erop pakjeshuis deel 2. En de hoeveelste keer doen we het nu? Derde keer! De derde keer, ja. Hey, niet alleen papa, maar alle mensen van Radio JND, alle mensen die naar Radio JND luisteren, weet je wat die op jou zijn? Trots. Hoi, ik ben Benny. Ik ben 7 jaar. Ik woon in Eindhoven. Ik hoop dat we heel veel speelgoed ophalen bij het pakjeshuis. Trots op jou.